cord. I have my first blood. Ah, mas tá errado, né? Gente, só que droga. Die troll die rijdt gewoon onder mijn auto door. What the fuck? What the hell? Ja, ik enjoy deze frame drops wel heel erg. Maar één ding staat wel vast in van het lied. Ze krijgen geen mooie cent meer van me. Jij zei daarop nog van dat jij het misschien al wel ging doen, maar ik denk dat jij dat niet over gaat doen. Nee, nu niet meer, maar ja, ik denk dat het sowieso nu al een beetje... Ik denk dat ik het sowieso al wel een beetje gehad heb met Leek. Ja. Dat ik me, ja... Ja, maar we moeten gewoon even één of twee andere spellen hebben, zeg maar, die we gewoon wat mee kunnen doen. Zoals dat de Division is op zich wel leuk, maar als we level 30 zijn, dan gaan we het waarschijnlijk, of als we het zeg maar uit hebben gespeeld, dan gaan we het waarschijnlijk toch niet echt meer spelen. Want de replay value is niet echt hoog, vind ik, omdat gewoon alleen één keer het spel spelen. Heeft al heel veel replay. Ja, inderdaad. En we hadden ook Final Fantasy geprobeerd, maar dat was niet. Final Fantasy? Hebben we dat geprobeerd? Ja, die online versie. Oh ja? Ja, weet je dat niet meer, die online... Want ik snap het van één yoga. Ik snap dat ook niet. Nou ja, misschien, ja, het is wel zeg. Het is niet echt een spel, zeg maar, van misschien snap je dat nu wel, maar dan moet je eerst wel echt heel veel gaan spelen. Om, en dan moet het nog wel leuk zijn. Dat hebben we gespeeld, die online. Ja, dat is een beetje van het World of Warcraft achter. Sowieso niet. Thank you.
Nou nee, niet, nee, wel anders hoor dan wilde vaak. Ja, als er zeg maar te veel is, als je te veel spells hebt en zo, dan vind ik er niks aan. League of Legends is vind ik leuk omdat je gewoon, zeg maar, je hebt gewoon vier spells en dat is het. Je kan niet tussen 100.000 spells kiezen en dan kun je er ook nog 12 tegelijk aan hebben en zo dan. Ja, ja, dat is wel waker. Als ik dat zie, dan zie ik echt die balk. We hebben vier van die spells en twee zo'n spells. En dan zie ik dan mijn wilde waker. Dan zie ik echt. Dan is het echt van de linkerkant naar de rechterkant helemaal vol. En dan nog een tweede en een derde rij. Nee, maar heb je wel Final Fantasy gespeeld als gewoon als de offline versies? Nee, volgens mij niet. Nee, maar The Last Remnant is het eigenlijk, lijkt het. Wat had je dat gespeeld? Dat heb ik wel gespeeld, ja, maar heel even. Misschien een uurtje of zo of minder. Ja, want dat is eigenlijk waar het op lijkt. Maar dan online. Maar The Last Remnant die heeft zeg maar. Dat is echt veel minder te doen dan in Final Fantasy Online. Tenminste, dat Final Fantasy echt wat we daar wel konden doen, dan weet ik van wat dat kwam gewoon helemaal in. En dat Last Remnant, dat viel een beetje tegen. Daar zijn ook reviews over dat spel gemaakt, van dat iedereen dat een beetje tegen vond vallen, zeg maar, vergeleken met Final Fantasy of zo. Maar alsnog waren er wel dingen waar ik echt pas nadat ik het spel zowat al helemaal had uitgespeeld, pas achterkwam. Ja, wat. Ja, ik weet niet echt wat spellen zijn wat je nou zo redelijk wat kan spelen. Zonder dat het nou cyber begint te worden. Ja, ik heb dat met Dark Souls, maar dat is niet echt een. Ja, er is wel multiplayer. Zo multiplayer alleen, dat kun je niet echt co-op doen, zeg maar. Enemy double kill. Ik wel weer eens de Last Remnant gaan spelen. Want ik kan het nu. Oh, ik heb het echt helemaal uitgespeeld. Echt zo lang dat ik daarmee bezig. Wat zeg je? Met de Last Remnant. Daar ben je echt zo lang mee bezig om het uit te spelen. Niet echt op een duur of zo. Je kunt in het begin kun je wel gewoon lekker doorspelen. Dan moet je echt een bepaalde eindbosachtig iets doen en dan ben je echt veel te laag level daarvoor om dat te doen. En dan moet je gewoon gaan farmen en zo, gewoon level gaan farmen echt dan, en dan dat echt van 5 uur lang of zo telkens van die battles gaan doen met gewoon monsters voordat je hoog genoeg level bent om dan die boss te doen. Wipe the deadly stick.
An ally has been slain. Nee, dat is mana regen. Hè? Oh. An ally has been slain. Enemy double kill. Maar ja, Riot die zit dus nu ook allemaal dingen te patchen die zo leuk waren met een AFK team om dat intensie te zien. Dat is ook wel een beetje. Legendary. Ja, de diamond gehaald. An ally has been slain. Strength above all. Double kill. An ally has been slain. Death by my hand. Strength above all. Met drie laptops auto klikken, dat kan ook gewoon. De enemy doet gewoon niet. You have been given the tools to know your destiny.
even denken wat nou echt leuke spel gaan samen doen. Nou, Borderlands. Ja, dat heb ik eigenlijk. Maar dan heb ik eigenlijk nog niet eens gespeeld in. Ja, nee, dan heb ik het te veel gespeeld en dan vind ik het niet zo lang. Truck Simulator online. Farmarama. Farmville online. Oh ja, ik had Farm Simulator op voor Nintendo DS. Dat is echt een spel van dit denkt van nou ik. Dat start je één keer op en dan gooi je het eigenlijk weg. Zo leuk is dat. Maar je kan, is er ook een mod omdat weet het ene spel wat je net zei? Dat Euro Truck Simulator? Nee, wat je zoveel gespeeld had. Oh ja, dat de Last Remnant. Kun je dat samen spelen? Is daar een mod of zo voor ook? Nou, dat spel is echt heel onbekend. Dus ik denk het niet. My destination is Maar wat maar... Ja, het is eigenlijk gewoon... Eigenlijk als we zoiets zouden willen spelen... Nou, eigenlijk als je iets met Final Fantasy wil doen, is dat lijkt mij dat het beste spel is om eerst te proberen. Want daar is echt zo... Eigenlijk vergeleken met Final Fantasy is er echt zo weinig te doen. In dat laatste moment. Dus er zit zoveel structuur zitten, zeg maar. Zeg maar niet van je kunt echt heel veel dingen kun je niet modden bijvoorbeeld. Je kunt nog net kiezen van wat voor wapen je zelf wil kiezen, maar je hebt ook je hele team en zo, en daarvan kun je niet eens zeggen van nou ik wil dat die dat wapen gebruikt en zo en die armor dingen en zo, dat kun je niet eens kiezen, dat kiezen ze zelf. Dus dat kun je niet eens kiezen. Je kunt alleen voor je eigen personage dan, en je bent dan zeg maar, je kunt op een duur kun je met 5 teams kun je maken tegelijk. Die dan tegelijk met iets hebben. En als je dan 5 spelers in elk team. En eentje ben je dan zelf, en dat kun je ook niet zelf niet eens kiezen wie je daar bent. Je bent gewoon een hoofdpersoon, die val je gewoon. En daarvan kun je dan een wapen kun je dan nog. Nee, maar dat is heel gestructureerd in ieder geval. Er is wel heel veel te doen. Als je daar gaat zoeken op internet, dan krijg je echt, er zijn wel heel veel spellen die zijn. Maar dat zijn echt van die spellen, denk je van, dat zijn de graphics echt. Nou, dan is het echt, dan denk ik echt van, wat is dit nou even troep. Never retreat. Zeg maar.
My destination is clear. An ally has been slain. Unstoppable. Stay alert. Stay alert. I do not tolerate cowardice. An enemy is dominating. Enemy double kill. An ally has been slain. Enemy double kill. Enemy killing spree. Your turret has been destroyed. Hoeveel uur had jij naar de laatste remnant gespeeld? Meer dan 1000 of zo, 1500. Maar, moet je ook zoveel uur spelen voordat je het uitspeelt of heb je ook heel veel zitten? Niks, hè? Nou, ja, wat ik zei in principe, voor mij is het, je zit echt... Gewoon, dan moet je zo'n boss doen en die kun je echt zo wat, die is echt zo wat onmogelijk te doen als je niet hoog genoeg level bent. Dus dan moet je heel erg veel set farmen en doen, zodat je hoog genoeg level bent. Maar ik kwam achteraf ook een beetje achter van dat ik iets verkeerd had, iets niet helemaal goed had gedaan, ja. Wat dan? Nou, je hebt zeg maar 5 van die speciale allies in je team. Als je die dan de hoofd maakt, je hebt 5 van die crews kun je dus maken, zeg maar. En als je die dan, ik had ze zeg maar alle 5 in één team gedaan. Maar ze hebben allemaal een speciale ability, maar die kun je alleen gebruiken als
Nou, ze moeten, ja, die kun je alleen gebruiken als ze hoofd zijn van het, van die crew. En omdat ze allemaal een 1 had gedaan, had alleen die eerste die het hoofd ervan was, die kon een special ability gebruiken en die andere 4 konden dat niet doen. Maar dat maakte alsnog niet echt heel erg veel uit, maar toch, ja. Nu ik het uit heb gespeeld, dan mag je hem op hard mode doen. Even opnieuw. Als je het leuk vindt, moet je gewoon het veel gaan doen. Dat heb ik dus met Dark Souls. Ik weet ook niet echt precies waarom, maar dat trekt me gewoon zo erg aan. Oh ja, ik weet alweer waarom ik op een duur was gestopt ermee met die last bending. Ja, ik had dus die hard mode had ik gedaan, alleen moet je dan eerst een beetje soort met intro missies moet je doen voordat je kunt gewoon naar zelf kunt zeggen van nou ik wil nu gaan levelen en zo. Maar je moet eerst wat hè? Je moet eerst een soort met, nou je in het begin wordt er gewoon gezegd van je moet daar naartoe en je moet die missie voltooien zeg maar voordat je verder kunt. Alleen op die hard mode dan kun je dus niet zo even zeggen van ik ga nu eventjes naar een bepaalde map. Om daar eventjes monsters te killen en dan te gaan levelen. Wat dan, waarom niet? Nee, dat kan niet. Dus je moet eerst een bepaalde missie doen. Wat je nog wel zou doen is dan eerst een paar monsters daar killen en dan voort bij die eindbos. Want ik was bij zo'n eindbos was ik of zo en die van die eerste missie. En die was gewoon veel te moeilijk. Dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar zeg maar. En toen was ik daarmee gestopt. Maar gewoon, ik had wel een idee van om dan gewoon telkens monsters te killen. In die eerste missie en dan gewoon weer terug te lopen en dan weer opnieuw die missie te maken. Ik denk hoe je het dan moet doen. Dat is het echt niet te doen zeg. Ja, zoals je net verteld is, zo klinkt het wel echt als een super leuk spel, maar ik heb het toch geprobeerd. Ik weet niet waarom ik het niet leuk vind. Je had het maar een uur gespeeld. In het begin denk ik van wat is dit nou weer van op een duur. Kan dat dan heel verslaafd zijn? Of mijn controller werkt niet goed, of dit spel werkt gewoon niet goed in Windows Screen of zo. Want hij, die input die ik doe, die registreert hij de helft van de tijd niet. Nou ja, dat spel is ook eigenlijk voor de controller, ja, die last winning. Maar ja. Dan reset. Dat is toch niet normaal. En dan worden ze echt zo hard geteemd.
is backdoor-achtig en zo. Die domme Aurion Sol, die krijg je ook nooit te pakken. Aurion Sol. Ja, maar Darius krijg je net nooit te pakken. Hij gaat gewoon over de grote lucht. Dat bereidt wel weer leuk. Make no mistakes.
An ally has been slain. I will not rest. Nou, ik sta 59-0, hè? Maar we staan gewoon als team gewoon achter in kills. Serieus? Ja, omdat ik 3 autoklikkers heb. Meisje, dan rent iedereen weg. Dit is trouwens nog maar een PlayStation spel wat ik wil spelen. Bloodborne. PlayStation 3? Ja, dat is voor de makers van de Dark Souls ook. Maar ja, ik weet nog steeds niet echt of het de moeite waard is om nou de PlayStation te kopen voor die shit. Maar er zijn wel meerdere spellen voor de PlayStation die ik zou willen spelen. Ook iets dat heet Shadow of the Colossus. Dat is volgens mij ook voor PlayStation 3. Dat is ook alleen een soort PlayStation exclusive. Jij ja, moet hem maar inkopen en dan leen ik hem wel mee. Hey, dit is enemy Zira nou. Zira. Nee, niet mijn. Niet de enige hebben te pakken. Mijn auto collecten naar de Baron Locker. Dat is een veel beter idee. Kom maar even naar de Baron toe. Even naar de Baron toe. Thank the Baron even voor mij. Jack is dood. Of
fuck doet hij nou? Your inhibitor has been destroyed. I think Syra had to come do it. Weet je nou serieus dat ze even die turret gaat pakken? Dit is wel... Nee.
gehad. Nou, die domme supermens moeten ophouden. Ze hebben twee inhibitors kapot gemaakt, dan ben ik zo blij mee. Nee, je speelt ook praktisch in je eentje toch? Nu helemaal ja, want die Jack is ook AFK. Maar, jij bent dan, jij staat dan echt iets van 80-0 of zo. Hoeveel sta je nu? 70-0. Ah nee, Soraka zit de Nexus aan te vallen. Nou, ik weet niet wat het is, maar het spel registreert mijn input en zo fucking shit. Dan registreert hij niet eens dat ik op de gasknop druk. Wat is dit nou voor onzin? Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Nou, je wilt niet weten wat ik gedaan heb. Ik moest de race in 3 minuten en 9 seconden finishen. Weet je hoeveel tijd ik het heb gefinished? 3 minuten en 8 seconden. 3 minuten, 9 seconden en 0/100ste, oftewel precies 3,9. Gelukkig weten de enemy niet hoe ze moeten finishen. Ja, ze weten wel hoe, maar ze weten niet, ja, ze weten wel hoe ze moeten finishen, ja. Maar ze weten niet hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Maar ze zitten gewoon telkens in de cushion, dit is al irritant. Je dit nog winnen. Wow, die mensen zijn zo... Die mensen zijn zo fucking dumb. Wow, ik ga gewoon bijna dood. Superman. Nou, die Jack is ook zo waarloos. Nou.